Peter Schiphorst, directeur-eigenaar van Coresta. U heeft een presentatie gegeven vanmiddag aan de zaal hier vol met mensen uit de automotive. En ze veerden allemaal op toen u zei, joh, verkoop je pand aan de A-locatie en investeer in je B-locatie. Hoezo? Ja, nou ja, A-locaties zijn interessant voor beleggers. Terwijl als je kijkt naar de bedrijfsvoering, zit vaak hogere boekwaardes op. En op de B-locatie zit lage boekwaardes. En uiteindelijk gaat het om het genereren van traffic. Dan zeg ik, investeer in je B-locatie, maar zorg dan dat je daar traffic genereert. Hè, dus beleving creëert, wat ik heb gezegd. En zintuigen prikkelen. En laat het effect van het zien van je product dan maar over aan de retail. En zet in de leegstaande panden in de stad, zet daar je auto's, show ze daar. Niet langs de snelweg, maar show ze in het centrum van Eindhoven of in andere steden. En probeer je kopers naar de plek te creëren op je B-locatie, waar je dus dan ook er een feestje van maakt. Een probleem met veel van die B-locaties is dat het op onogelijke bedrijventerreinen ligt. Waarop je, als je er rondrijdt, denkt van nou, iedere stuiver die ik hier nog instop, is verspeeld geld. Hoe activeer je niet alleen jezelf, maar ook je omgeving om toch iets in zo'n bedrijventerrein te stoppen weer aan energie, geld en tijd? Ja, nou ja, kijk, zo ziet het er vaak uit, maar daarom juist zijn vaak overheden bereid om te investeren, ook in die, en dat noemen ze dan revitaliseren. Maar ga dan ook vooral samenwerken. Zoek elkaar op als ondernemers. Richt bijvoorbeeld parkmanagement op of ga een vereniging van eigenaren optuigen. En lege panden die er tussen uitvallen als het ware, koop die gezamenlijk op. Ga daar restaurants maken, ga daar kinderspeelpaleis maken, ga daar van alles en nog wat organiseren om traffic te genereren nogmaals. Dat klinkt prachtig, maar is het ook reëel? Heb je voorbeelden? Ja, ik ken ze niet, maar wel van het revitaliseren van oude wijken, het leefbaar maken van. Daar zijn natuurlijk genoeg voorbeelden van, maar in de automotive ken ik ze eerlijk gezegd niet. Dus u had vandaag ook als missie de branche activeren? Ja, absoluut. En veel groter kijken, groter denken, breder denken dan wat er nu gedaan wordt. Nu, ik heb het idee, iedereen is wat voor zichzelf bezig, maar vooral samenwerken. En leefbaarheid creëren, traffic genereren, daar gaat het mij om. Het probleem in de branche is groot. Er staan pakweg 250 panden leeg. Dat zullen er nog meer worden. Is niet de enige reële oplossing gewoon ze slopen? Ja, slopen en dan moet je afboeken. En ik zou zeggen juist investeren, niet slopen. En wat moet je er dan? Hè? Moet je dan woningen gaan creëren? Dan zit je met enorme bestemmingsplanwijzigingen. Heel lastig, hè? Dat hebben we vandaag ook gehoord. Heel ingewikkeld. En uiteindelijk moet je dan woningen gaan zetten en die raak je in deze tijd ook niet kwijt. Dus dat zou niet mijn boodschap zijn. Dus uw les voor vandaag, investeer in je B-locatie. Investeer in die B-locatie, ja, absoluut. Dankjewel. Oké, graag gedaan.